Het was vanmorgen heel erg bewolkt aan de start van de race. Ja, dat heeft natuurlijk een bijzonder effect op de zonneboten. Joris Melkert is onze technische man en hij gaat ons vertellen wat voor effect dat nou precies heeft. Joris, er is vandaag harde wind, weinig zon. Wat voor effect heeft dit op de boten? Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk voor de aandrijving precies om zonne-energie. Nu begint inmiddels zon te schijnen, maar vanochtend hadden we gewoon behoorlijk wat regen. En dan moet je echt heel goed kijken, wat ga je nou met die energie doen die je in je accu hebt. En de energie die je nu nog binnenkrijgt van die zon. En hoe lang is je etappe? Dus hoeveel tijd heb je nog om meer zonne-energie binnen te halen? Of energie uit je accu te gebruiken? Dus nu wordt het een tactisch spel. Zijn er tijdens deze race nog hele opvallende nieuwe dingen op de boten te zien? Nou, vrij veel kleine details. En wat we ook erg leuk vonden, is de boot van TU Delft op zijn twee pilaren dat hij het nu onder controle lijkt te hebben. En ook die V20-boten die beginnen het beter en beter onder controle te krijgen, lijkt het.